ja, 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 ja. Hij heeft al die categorieën te maken. Dan komen we een beetje later op die rommel erop een klein beetje. Dat is een speciale vraag. Streekvervoer West-Nederland uit Boskoop.
jaren 60. Kwam Kees van der Veen bij de AVN werken. Ik meen dat dat in 1968 was. En Kees is een actief bushobbyist die regelmatig aan zijn chef een hapklare brok voorhield in de vorm van een of andere AVN-bus die hij ergens teruggevonden had. En zei, joh, we moeten toch echt eens een keer een museumwagen hebben, want ja, het rijdt bij zo'n museumtrams en die bus die hoort er ook bij. De chef, in dat geval de heer Vos, keek hem dan aan en zei, Kees, wij streven naar vooruitgang. Oud hoest kopen we niks voor, dus we gaan door op de ingeslagen weg en die oude bussen, forget it. In die periode speelde ook dat in Nederland een aantal stichtingen ontstonden die zich gingen bezighouden met het restaureren en conserveren van oude bussen. In 1968 de Stichting Veteraan Autobussen. In 1975 Museum Streven Stadsautobussen in Amsterdam. En in 1978 het Noordelijk Busmuseum. Daar kwam in 1979 het Haagse Busmuseum nog achteraan. Dat alles een stukje ontstaansgeschiedenis. Kees van der Veen volhardde in zijn gezeur. En in 1979 bestond de Haagse Beugel ruim 75 jaar. Waarop Kees weer naar de heer Vos toog. En zei, meneer Vos, dat moet nou toch echt een oude bus bij. En we hebben er een gevonden op 16 Hoven. Een aantal mensen wil daaraan helpen. En toon je goede hart nou eens. En gewoon zo'n oude bus erbij. De bus is ernaar gekocht. Dat betekent ook de oprichting van het Haagse Busmuseum. 24 mei 1979. En die bus die kwam naar Den Haag. Op 1 atmosfeer remdruk. En omringd door motorrijders. Arriveerde die wagen bij de Fios. Waar we een stallingsplaats kregen. Daar is de volgende dag de heer Bakker van Busmaatregel is daar gaan kijken en ja, die hebben we moeten ondersteunen, want die viel nog net niet om van ellende. Want wat er stond was, daar had de heer Bus maar verder ook niet veel. Uiteindelijk is er 180 uur arbeid ingestoken door de ATM, is door vrijwilligers van het Haagse Busmuseum dag en nacht aan gewerkt ongeveer. De bus is gespoten bij Speedwell, moest zondag uit en terug en de chauffeur, ik zie hem daar nog zitten. Ik kwam thuis en ja, was gelijk toen bedplichtig ongeveer, want hij had eigenlijk in de wind gezeten. Op 3 augustus is die bus officieel in gebruik genomen. 4 augustus konden we hem laten zien, wat langer voor oud, bij die grote manifestatie van de tram. En dat succes was overweldigend. Het was echt heel erg leuk. We hebben toen ontzettend veel respons gekregen. En ja, dat is het begin van uiteindelijk iets wat uitgegroeid is, wat hier nu staat. Het typerende daarvan is dat het de hele ruggengraat van het wagenpark wat betreft ATM-materieel al in 1980 aanwezig was. Dus in het eerste jaar van ons bestaan is in feite alles gekocht wat nog enige historische waarde had. Ik noem daarbij de 117, een wagen uit de eerste standaardserie van de ATM uit 1967, gebouwd bij Verheul, één van de 25 van al die honderden stadsbussen van het standaardtype, waarvan er maar 25 bij Verheul gebouwd zijn en 117 is er daar een van. We hebben de stafcar hebben we verworven in Brussel, die reed daar als lastgoedwagen bij het trambedrijf. En last but not least, de chausson. Die zijn we gaan halen in Frankrijk. En we hadden daar een primeur, wat we toen nog niet konden overzien, maar meneer Kaper, de ATM, heeft de lage vloerbus helemaal niet uitgevonden. Dat hebben wij gedaan in Frankrijk in 1980. We klommen er namelijk in en stonden gelijk weer op straat. En dat is de ultieme lage vloer, dat kunt u nog maar aannemen. Ja, al die hobbyisten hè, die dit werk doen. Hoe kom je nou tot deze hobby? We zullen dat even aanstippen. Je wordt ermee geboren, dat is waar. Dat is ontegenzeggelijk een feit, want verklaarbaar is het niet. Het is een goed en spontaan soort gekte. Het ultieme leven, denk ik. Het zelf kiezen van je materieel wat je wil bewaren, het restaureren in de uitvoering die je graag ziet en uiteindelijk ook het op straat brengen en het in eigen visie exploiteren is een heel aantrekkelijke kant van wat hier gebeurt. Door de periode heen dat we contacten gehad hebben met de ATM zijn dat banden gegroeid. Ik weet wel, de eerste directiecontacten die wij hadden waren met de directeur techniek, de heer Diekhuis. En bij Diekhuis was je altijd welkom. En dat zijn hele prettige contacten geweest. Ik dacht altijd dat Diekhuis verwonderd zou zijn, omdat ik hem vroeg. Maar meestal was hij geamuseerd, waardoor ik dan weer verwonderd raakte. Maar laten we niet vergeten, zeker in het beginjaar, je vraagt iets van mensen, dat zijn zeker binnen een bedrijf onorthodoxe ideeën. En wij hadden nooit,
nooit zo groot kunnen worden als dat we nu zijn, zonder dat we in die periode medestanders gehad hadden. In directieleden, mensen in het lagere kader en op de werkvloer. De heer Benaalden, die de opvolger werd van de heer Diekhuis ten aanzien van zijn bemoeienis bij ons, die zei gewoon: Nijbak, kan niet zeuren, als je me niet voor mijn voeten loopt, wat je kan regelen met mijn personeel. Ga je gang en als ik iets ongunstigs daarover hoor, dan zie ik je wel. Daarna kwam meneer Kaper. Ja, wij kennen elkaar nog niet zo lang, maar ik moet zeggen uit het grond van mijn hart dat ik geen ongunstig indruk van hem heb. En de zaken verder over laat zullen marcheren. Diverse diensthouders waar we mee te maken hadden. Meneer Vos, altijd zuinig kijken, het aanhoren, dan zeggen dat hij geen tijd had en uiteindelijk kwam het toch voor elkaar. Dus ook met die contacten hebben we echt gebost, want onder de heer Vos laten we het niet vergeten, is in jarenlang werk de hulpbouw van de chanson gereed gekomen en dat is echt een vreselijke klus geweest. 142 gaat nog verder terug. Frits Dieper van AVM Dieper heeft deze bus, die zijn eigendom was, ondergebracht in het AVM Wagenpark om in de direct naoorlogse jaren toch een busdienst te kunnen exploiteren. Het is natuurlijk niet de originele die daar gereden heeft, maar er is heel erg aan gewerkt om het wel zoveel mogelijk te benaderen. Ik wil nu besluiten met in ieder geval weer de nadruk op te leggen dat het steunen van die onorthodoxe ideeën waar de mensen voor ogen stonden toen we pas begonnen, dat die met name de fundering voor het Haagse Museum vormen. En ik ben u allen die daar aan meegewerkt hebben diep uit mijn hart intens dankbaar. Vaak de voorzitter van het Haagse Busmuseum het portret in zijn mond heeft genomen. Heel vaak, hè? Daar wou ik toch wat van zeggen, maar eerst moet ik natuurlijk beginnen met het Busmuseum van harte geluk te wensen met zijn 15 jaar bestaan. En dat doe ik graag hierbij namens de hele organisatie en het gemengd bedrijf Haagse Zwemmenmaatschappij, waar ook het woord tram in voorkomt, maar waarin, zoals we allemaal weten, bussen ook rijden. En waarom viel me dat nou zo op dat meneer Nijbak zo vaak tram gebruikte in zijn toespraak, terwijl hij toch bussen heeft. Het wordt mij ook zo vaak gevraagd van, heb je het wel eens over bussen? Denk je wel eens aan bussen? En oh, die bussen hebben zeker geen toekomst bij de ATM. En het is zeker straks alleen maar een trambedrijf. Die bussen gaan naar West-Nederland of gaan op een andere manier naar Beuk of naar Bad Vios in het kader van de privatisering van het openbaar vervoer. Nou, laat ik u zeggen dat het volstrekt niet zal gaan gebeuren. Bussen horen bij de ATM zoals trams horen bij de ATM. En wij zullen dus absoluut geen onderscheid maken. Alleen het grappige is, als je met bussen bezig bent, heb je het ook voortdurend over trams. Want dat is een eenheid en dat willen we ook wel graag benaderen. Maar vandaag hebben we hier ook de eenheid, vandaag hebben we ook de bus. U hebt al gezegd, meneer Nijbakker, dat ik in stoffige archieven heb gedoken. Nou, gelukkig heb ik het niet zelf moeten noemen, dat zou ik dus echt de weg niet meer weten, want ik weet bijzonder weinig van het verleden. Maar er is voor me gekeken en er is gezegd, die wagen die heeft gereden in 1947. En 1947 was natuurlijk een heel bijzonder jaar, afgezien van het feit dat mijn geboortejaar is, waar we het vandaag niet over. 1947, zo kort na de oorlog, lag natuurlijk de hele zaak op zijn gat. Het was een groot probleem, hoe kun je mensen vervoeren, want mensen wilden wel erg graag vervoerd worden en hadden natuurlijk bijna geen eigen gelegenheid om zich te vervoeren. Wat dat betreft dringt de vergelijking zich op met de situatie zoals die nu in Oost-Europa is, Sarajevo, om maar een heel concreet voorbeeld te noemen. Waar ook een heel vervoerbedrijf in de baan ligt en waar het ontzettend moeite is om constructiviteit om de zaken door de rails te krijgen. Nou, in 1947 was het de ATM ook zo. Toen was zo'n wagen, en dat was dus niet even een initiatief van ATM, maar het was een initiatief van Van Diepen, zo'n wagen was een uitkomst om, hoe raar dat er nu dan uit mag zien van de bril van 1994 misschien, om mensen daar te brengen waar ze wezen wilden, om de mensen de dingen te laten doen die ze wilden laten doen, wilden gaan doen. En dat is nou toch eigenlijk het wezen van ons bedrijf, dat is onze missie. Mensen willen iets doen op een plek waar ze niet zijn, dus ze moeten op pad. En liefst dan niet met de auto, maar liefst dan met een collectief middel van vervoer. Daar staan wij dan voor. Trouwens, in 1947 hadden wij een enorme concurrentie. Nu hebben we een enorme concurrentie op de auto. Toen was die concurrentie met de fiets enorm.